slachtoffers die zich herkennen in ons verhaal. We hebben een lotgenotengroep opgericht. Sluit je aan. De slachtoffers van misstanden in jeugddorp De Glind zijn gisteren voor het eerst in gesprek gegaan met zorgorganisatie Plurijn en de Rudolfstichting, die samen verantwoordelijk zijn voor de jeugdzorg in De Glind. De misstanden in De Glind werden vorige maand onthuld door het Omroep Gelderland-programma In het Vizier van de Jager. We hebben vandaag heel veel informatie met elkaar gedeeld. Wij zijn daarin open naar binnen gegaan. En dat was eigenlijk ook wel de strekking van het gesprek. Het was even aftasten hoe iedereen erin stond. Maar uiteindelijk was het een prettig gesprek. Hoe was het om weer in De Glind te zijn? Moeilijk. Het roept ook wel weer het een en ander op. Er komen natuurlijk wel wat herinneringen naar boven. Alles bij elkaar is het gewoon en blijft het gewoon pittig. Aan de hand van 4 punten gingen de lotgenoten in gesprek. Onder meer excuus stond op de agenda en daarin zijn beloftes gedaan. Plurijn en de directeur van de Rudolfstichting hebben aangegeven dat ze openstaan voor het doen van een publieke spijtbetuiging. Toch is het de lotgenoten daar niet alleen om te doen. Er moet ook verandering komen. Dat er ook echt daadwerkelijk actie komt. En dat De Glind belooft waar die voor staat. Dus een veilig thuis voor pleegkinderen. Want ook nu gaat het volgens de lotgenoten nog mis in het dorp. Er moet onder meer daarom een onafhankelijk onderzoek komen. Maar daar is op dit moment geen vertrouwen in. Volgens Plurijn is het zo goed als zeker dat het onderzoek wordt gedaan door een advocaat die zichzelf heeft gemeld. Ik denk als je hem echt onafhankelijk wil hebben en hem breed wilt pakken, dan moet je daarvoor een extern bureau gaan inschakelen. Over een paar weken is er weer een gesprek. De groep roept andere slachtoffers op zich te melden. Slachtoffers die zich herkennen in ons verhaal. We hebben een lotgenotengroep opgericht. Sluit je aan. Plurijn en de Rudolfstichting laten weten blij te zijn dat er een gesprek met de slachtoffers is geweest. En ze zeggen dat ze er een goed gevoel aan over hebben gehouden.